Zo, ik heb echt dikke titel. Als ik een Charlotte-telling aantrek, staat het ook niet. Ik ben zo blij dat Rutte weer is. Meneer de auditor, hebben we het goed gedaan? Doe ook maar lekker. Het doet niet. 24 kilo ijs. Yes, girl. Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Dit keer een ander soort video dan wat je van normaal van mij gewend bent. Want ik heb toch een aantal keer de vraag gekregen, joh, hoe ziet jouw werkweek er nou eigenlijk uit en hoe gaat het bij jullie op kantoor? Dus ik wil jullie eigenlijk meenemen in een, eigenlijk gewoon een vlog van hoe onze werkweek eruit ziet, wat we allemaal doen hier. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Het is iets heel anders dan wat jullie normaal gesproken van mij gewend zijn. Dus weer even uit mijn comfortzone. Het is nu woensdagochtend, dus we beginnen eigenlijk de week wel slecht. Ik wil zeg maar de hele week filmen en dat in één video laten zien. Maar ja, we beginnen weer halverwege, maar dat maakt op zich niet uit. Het eerste wat we eigenlijk doen, 's ochtends, als we alles schoon hebben gemaakt. We houden gewoon van een schoon kantoor. Ja, het moet gewoon netjes zijn. Steek weer een lekker wierookje aan. Ik heb hier trouwens ook nog beelden van hoe het er gisteren aan toe ging. Ari, zet je muziek eventjes zacht? We willen even praten. Nee, je hoeft toch ook niet mee te praten? Zo, ik heb echt dikke titel op beeld. Het lijkt toch zo, of niet? Het lijkt toch? We hebben een bodybuilder. Leuk. Een bodybuilder hebben toch geen dikke titel? Nee, dat is waar. Altijd is er vrij staan. Nooit is één. Nooit is één. Nooit. Nou, Rens, ga even nou eens één staan. Kijk, hè? Tom, en ze gaat de auto in. Hé, hey, holé! Oh. Moet je kijken hoe dit eruit ziet? Oh nee! Oh. Dat is als jij als je de bosjes inrijdt. Ik ben net zo fucking lomp. Dat is een Anita. Oh. Ja, dat is echt... Oh, je gaat op me lijken. Ja, fijn hè, maar bij mij is het wel mijn hele voorkant van mijn auto. Bij jou was de zijkant. Dat man mag schijten, ik heb een bak zwarte koffie op. Ik ben echt wel. Wil je al die andere boeken trekken? Ja, strepen. Yes, dat vind jij leuk. Een spijkerbroek of een zo'n wijen? Nee, hebben die wijen wel een grotere kont. Echt? Ja, echt zo'n mooie kont heb je dan. Heb ik een negerbroek geen mooie kont? Nee, een platte kont. Heb je een oude vrouwenkont van 80. Ja, en die met een luier. Ja, en die andere. Lijkt me dat je langer aan het is. Nou, dat is gewoon een hele strakke broek waar mijn kont goed in uitkomt. Je kont gaat in dezelfde als ik een Charlotte-telling aantrek, staat ook niet. Dus je hebt echt een mooie kont, jij. Ja, thanks. Ja, hier niet, want hier wordt hij bij elkaar gepest. Als het ware. Een soort een jute zak met aardappels die veel te vol zit. Wat tijd om op te schieten. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, warmte wisselen eraf. Inlaat spuitstuk eraf. En dan komen we bij de tweede. Ja, ik moet ook even stoppen. Ik ben helemaal nerveus. Wat we toestaan te kijken. Ja. De lunch is echt gewoon super gezond hier. Hè. Ja, echt heel gezet. We zaten zeker een klopje slaap op beuren. RKB Jessica. Ik ben zo blij dat Rutte weer is. Ik heb hem zo nou, weet niet, hij stond naar beneden, stond hij zo. ja. Goud, hè? Dus hij komt de allereerste keer naartoe. Hij zegt, hey, waar we staan met de afstandsbediening? Ja, dan ga je geen team. Ik wie ben jij dan? Ja, wat zal die Tony bovenin zijn? Ik zei, nou, ik snap jou niet, jij moet daar zijn, op donderen weg. En gisteren kwam hij aan, hij zegt, ik dacht, ach, daar heb je hem weer. Eruit zo. Ja, Berien. En dan zat die Erik te vertellen, nou, dat is ook wat. Hij kwam gewoon binnen. Hij zegt, ja, ik ga niet daar uit waar het hard. Bam, deur. Ja, en weg. Ja, en kom jij uit fucking. Kom je helemaal naar boven rijden met de kraan? Dus die Erik die kon naar mij toe. Hij zegt, waar het? Ik zei, er staat wel een briesje, maar ja. Briesje met gezet op de kraan. Ja, kijk, als jij nou echt glas moet plaatsen of zo, ja, dat is wat anders. Maar hij moest de slijger bouwen en de metselaar. Ja, dat was ik ook aan het doen, zeg maar. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, babe. Hoe is het? Goed. Gaan we vanmiddag aan de gin tonic? Zo, daar heb ik echt zin in. Ja? Waarom begin je dan? Ja, de gin tonic. Lekker. En sushi. Nee, ik ging gezond doen, weet je wel. Nee, maar gin tonic is ook niet gezond. Het is wel de laatste dag, want ik ga morgen filmen.
Een hoek kruisje. Hey, maar morgen gaan we naar ijsbad. Ja. Waar heb je dat bad dan? Ik word vandaag bezorgd. Morgen gaan we naar ijsbad. Ja, oké, ik ga even Marcel filmen. Hey, pa, zou je niet een brilletje aanschaffen als je zo dicht in de computer hebt? Ja, hoe klein dat ze dat geschreven hebben. Hey Tommy, dit is onze huispapegaai. Goedemorgen, pa. Morgen. Kijk, kijk, dit is onze Marcel. Vertel. Goedemorgen allemaal. Marcel is onze adviseur. Ja. En we zijn dit jaar eigenlijk bezig met het behalen van onze veiligheidsladder. Gisteren hebben we het vooronderzoek gehad en nu hebben we de audit. Er komen straks twee auditors. En daarbij, we hebben verschillende certificaten. VCP-ethogemie, ISO 9001, ISO 14001 en sinds vorig jaar hebben we ook de veiligheidsladder. En de veiligheidsladder focust zich eigenlijk op het gedrag in binnenorganisaties. Dus dat is eigenlijk heel erg psychologisch en best lastig. We hebben het vorig jaar 2/3 gehaald en daar zijn we heel blij mee. En we auditen nu. Nu is dit de... Ja, elk jaar word je geaudit. Dit zijn bijvoorbeeld onze kernwaardes. Dat vinden wij gewoon als bedrijf zijn ontzettend belangrijk. Ik ga kijken of dat ik de auditoren zo op beeld krijg. Ja, het wordt een lange dag. Heel interessant. Maar we gaan ervoor dus. Hey, heel hartelijk bedankt voor alles. Meneer de... Dankjewel, ja. Meneer de auditor, hebben we het goed gedaan? Ja, perfect hier liedje. Marcel. Bobs. We hebben het weer gefixt. We hebben het weer gehaald. Treden 3. Hartstikke bedankt, toppetje. Ja, treden 3. Meisjes, wat zijn jullie aan het doen? Werken. Werken. Het is vrijdagmiddag en Anita staat bij mij met een gin tonic. Proost, schatje. Veiligheidsladder gehaald, toolbox meeting gehouden en nu... Degene die er nog zitten. Ja, doe mij het maar lekker. Doe ook maar lekker. Dat doe ik niet. Doe maar een beetje rozenwater erbij, schat. Hoe moet je? Want ik ga door nou tot het nog hier. Zeg maar dat. Nee, doe maar dat. Ho, ho. Nee, sorry. Ik hoorde je in de regels. Oh, dat is rozenwater. Oh, jeetje, Marcel. Nice. Precies wat ze zei. Is weer voorbij. Ja. Wij gaan naar huis. Hoe laat is het? Ik weet niet. Het is vroeg. Wij hebben al heel lang niet gekaraokerd. Rens, wat gaan we doen? We gaan ijsblokjes kopen. Want? Want? Want we gaan zo sporten. En daarna in een... ijsbad. Dus nu lopen we op zaterdag door de macro om alleen maar ijs te kopen. Ja, we dachten eigenlijk vrijdag is het afgelopen, dan zien we elkaar niet meer. Maar helaas. En dan zie je wijn staan en lekker eten en dan denk je, ja, eigenlijk zou ik in het weekend gewoon dat moeten doen, maar nee. We gaan ijs zoeken. We sluiten trouwens wel af met eten, hè? Ja, sushi. Yes, waar gaan we heen? Rustig. Waarom? Waarom niet met de macro? Ja, wat is dat nou weer? De macro weer een ijsblokje, wat is dat nou weer voor iets kuts? Ja. 24 kilo ijs. Yes, girl. Feeling that gentle stretch through the back. And then exhale up for two. So it's all about 9, 10. Bring it over to the mat. Bending the knees. And then coming back into that child's pose. We did it, hè, Rens. Woehoe! We zijn echt goed bezig, man. Ja, gezondheid en... Of niet? Op een zaterdag. Dit is echt gewoon... Eigenlijk, toen we net de sportschool hadden, gingen wij elke zaterdag hier sporten. Ja. Ik denk dat we het nu om de week wel gaan oppakken. Ja, en dan even afsluiten met een ijsbad. Ja, dus we moeten dan om de week gewoon ijs gaan halen bij je. Misschien kunnen we een abonnement nemen. Ja. Misschien kunnen we de Sligrood laten bezorgen. Nou, misschien kunnen we samenwerking aangaan met mensen die ijsblokjes verkopen.
We zijn er blij mee en nu kunnen we echt weekend. Kunnen we helemaal zennen, gaan we het weekend in. Ja, echt.